De partijleiding van de ABOP zal binnenkort een gesprek voeren met Joël Martinus, meer bekend als Bordo. Dit bevestigt partijtopper Humphrey Dundas tegenover onze nieuwsdienst. De bespreking zal gaan over de kwestie waarbij Bordo samen met zijn organisatie Dubai Gang een festival heeft georganiseerd te Mungo in het district Marowijne. Morgen heeft de partij een bestuursvergadering gepland waar een aantal knelpunten aan de orde zullen komen. Hij is dus niet de enige die over de schreef is gegaan in december als het gaat om feesten. Dus dat moeten we recht trekken en zetten. Maar natuurlijk, het is ook niet goed te praten, want er zijn regels. Maar wat betreft de kwestie van Martinus, het is zijn eigen verantwoordelijkheid. Hij heeft zijn organisatie, hij heeft zijn feest gehouden op Mungo, als ik het zo mag zeggen. Het is zijn verantwoordelijkheid. Hij is zelf ook al uitgekomen, toch? En ik hoop dus dat andere mensen die ook hebben gefeest, dusdanig, dus dat de autoriteiten ook daar naar gaat kijken. Wij als partij, want de vraag is, ja, hij is partijtopper. Natuurlijk, wij als partij gaan het hierover met hem hebben. Ja, en hem ook wijzen op zijn verantwoordelijkheid. Maar tot zover hebben we dus niks anders te zeggen dan dat hij een eigen verantwoordelijkheid ook heeft. En voor de rest kijken we dan verder uit wat het onderzoek zegt. Dundas stelt dat de partij niet aan de mening van Bordo kan komen. Het organiseren van het festival is volgens zijn partijgenoot niet verstandig geweest, gezien de situatie rondom het aantal COVID-besmettingen. Eerder deze week heeft justitieminister Amoksi in een videoboodschap via de communicatiedienst bekendgemaakt dat alle showorganisatoren en artiesten die de afgelopen dagen hebben gefeest, beboet zullen worden. Bordo heeft via sociale media gezegd de boete niet te zullen betalen. De gezondheidsautoriteiten hebben gesteld dat de activiteiten waarbij bijzonder veel mensen op de been zijn gebracht een van de voornaamste oorzaken zijn geweest van de recente besmettingsgolf van COVID-19 in Suriname.